Goedenavond. Van zon kwam er vandaag niet veel in huis. In plaats van uit te wijken naar het oosten is deze storing beginnen golven en liep hierdoor vertraging op. Maar uitgesteld is nog niet verloren. De zon komt eraan en zit hierachter. Het wisselvallige weer hangt samen met de straalstroom. Hij raast op dit moment op 11 à 12 kilometer boven ons met een snelheid van 100 tot 150 kilometer per uur. En morgen trekt hij zich stilaan terug naar het noorden en is hier getekend door de donkere blauwe lijn. En zo wordt het wat rustiger in de hogere luchtlagen en wordt het weer beter aan de grond. En daarbij gaat het hoge drukgebied boven de Azoren stilaan over ons komen te liggen en krijgt de zon meer plaats. Voorlopig houdt frisse zeelucht de temperaturen laag. Het wordt wachten op zondag voordat drogere landlucht het kwik naar omhoog kan duwen. Keren we eerst even terug naar deze nacht. Om te beginnen houden we het wolkendek gesloten. Er valt een beetje regen of motregen uit. Later zijn er opklaringen bij minima van 10 tot 15 graden. En morgen treedt de zon wat meer dan de vorige dag. Toch is het plaatselijk drukje niet uitgesloten. Haalt het 19 graden en we gaan tot 24 graden de kelder. Frissere lucht houdt vrijdag de temperatuur een viertal graden lager. Het blijft vrijwel droog en de zon flirt de wolken door de boel wat op. Vanaf zondag halen we beter zomerweer in huis. De wind draait naar het oosten en geleidelijk aan wordt het warmer met maxima van 20 tot 25 graden. Het weekend ziet er dus best aangenaam uit. Maak er iets moois van en graag tot